Hallo allemaal, super tof dat jullie weer kijken naar een gloednieuwe video van UrbexNL. Vandaag staan we bij een huis en hier in de tuin staan dus gewoon nog een Rolls Royce. Maar dat is niet de enige die hier staat. Want als we hierheen lopen, dan zien we dat er hier ook gewoon nog eentje staat. Deze wel beter intact dan die andere. Maar het is toch wel ziek dat mensen dit hier gewoon laten staan. Nu kun je die binnenkant. Ziet er echt nog gewoon helemaal intact uit. Het is echt heel ziek om te zien. Hier staat ook nog onder. Rolls Royce. Nou, jammer dat die mensen dit hier buiten laten staan. Want het zijn echt auto's die nog best wel veel waard zijn. Nou, dit huis wordt zelf gewoon helemaal bewoond. Dus we mochten even snel die Rolls Royce filmen. En daarna mochten we weer weg. Dus ik film deze ook nog even snel. Hier zie je ook dat deze auto hier best wel lang staat, omdat de band gewoon helemaal is leeggelopen. Hier hebben we nog een rood interieur. Het is echt wel heel ziek. Hier bij de voorkant. Deze denk ik wat ouder dan het model dat daar staat. Dat is toch wel heel ziek. Nou, we lopen hier dus weer naar een ander deel. Hier staat een grote schuur met dus nog twee auto's. En je ziet hier, dit is gewoon nog een oude Jaguar. Hier zo. Dat is heel ziek. De deur staat open, maar ik ga hem niet verder openmaken. Die eigenaar die woont hier gewoon. Dat is wel vet, maar ja, het is wel echt een hele slechte status deze helaas. Want het is wel echt ziek om te zien. En hiernaast staat ook nog gewoon een oude Mercedes. Dus ik snap niet waarom deze eigenaar dit eigenlijk allemaal laat wegrotten. Dat is best wel zonde, want deze auto's zijn op zich nog best wel aardig wat geld waard. Ja, jongens, dit was weer het einde van deze video. We hebben dus denk 4 auto's gezien. Die op zich nog best wel in goede staat waren. 2 Rolls Royce, een Jaguar die hier achter mij staat en de Mercedes aan de andere kant. Best wel ziek dat dit hier gewoon nog staat. Het huis is helaas wel bewoond, maar die auto's staan hier gewoon in de tuin en die eigenaar die doet er niks mee. Dat is best wel zonde, maar die auto's zijn nog best wel veel geld waard. Dus ja, ik had het gelijk verkocht en gedaan. Dus ik loop gelijk weer naar de auto terug. Ik vond dit nou een super vette video. Laat dan even een like en een leuke reactie achter in de comments. En als jullie nou meer willen zien van deze vette locaties, abonneer dan even hieronder op mijn kanaal.